What you gonna do now? Now that the world falls apart and you is all the world apart, you have an equal kickstart. So tell me here. Equal money FAQ: auto's in een equal money systeem. We zullen waarschijnlijk wel auto's hebben en maken. En ze zullen waarschijnlijk beschikbaar zijn. Echter, de praktische uitvoering van dit punt van auto's zullen we wel gaandeweg nog bekijken in het equal money systeem, eens we in zo'n systeem zijn. Maar waarschijnlijk zullen het wel elektrische auto's zijn, omwille van al de duidelijke vanzelfsprekende redenen. Het zal echter wel meer vanuit een poolperspectief zijn, dus als je dan van stad naar stad wilt reizen of zo, of als je bijvoorbeeld de wereld wilt rondreizen, dan zal er wel een centraal punt zijn waar je dan toegang hebt tot auto's, waar je dan naartoe moet gaan en je hebt dan toegang tot een auto die je dan kan gebruiken. Maar in termen van welke auto's we gaan maken en welke nu juist de beste zijn om te gebruiken, dat zal nog eigenlijk beslist worden door iedereen, eens we in een equal money systeem zitten. En of iedereen een auto zal hebben, dat zal ook nog bekeken moeten worden vanuit het oogpunt dan van of dat wel eigenlijk nodig is. Omdat onze samenleving op dat punt zal eigenlijk meer gaan lijken op een commune, op een gemeenschap, waarin dat er eigenlijk veel meer interactie zal zijn tussen mensen en je zal gaan houden van uw buur en het zijn bij uw buren en in de buurt zelf. En je zal graag bij uw buren zijn, dus waarom zou je dan de hele dag willen rondrijden en jezelf afsluiten, zoals wat eigenlijk in de huidige samenleving min of meer gebeurt, waarin dan mensen eigenlijk de hele dag rondrijden, overal naartoe gaan, omdat ze precies eigenlijk niet graag bij hun eigen buren zijn. Dus wat er zullen veel veranderingen zijn in de samenleving, uiteraard. En naarmate we veranderen, zullen we dit soort beslissingen dan wel moeten maken, omdat die beslissingen sowieso gebaseerd zijn op wat we gezamenlijk overeenkomen. Dus we zullen dat dan eigenlijk wel bekijken. Dus wat gaan we aanvangen met auto's en hebben we auto's wel nodig? Nu, het basisprincipe zal sowieso zijn wat het beste is voor allen als één als gelijk. Dus uiteraard rijdt iedereen dan het liefst rond in de best mogelijke auto waarin dat je zelf en je hele familie beschermd zijt als er dan een ongeluk zou gebeuren. Want het is misschien dan wel hemel op aard qua systeem, maar ongelukken zijn nog altijd mogelijk. Dus zal elk wezen zo efficiënt mogelijk beschermd moeten worden in het geval van een ongeluk. Maar er is gelukkig wel ook iets dat niet meer zal bestaan en dat zal duidelijk gemaakt worden via onderzoek en via bewijzen aangetoond worden dat er eigenlijk niet meer zal kunnen bestaan, is alcohol. Alcohol zal niet meer getolereerd worden, omdat alcohol in essentie een gevaar vormt voor de omgeving wanneer iemand drinkt. En alcohol is nu eenmaal de hoofdreden van alle auto-ongevallen over de hele wereld. Het is dus enkel een excuus voor misbruik. Maar auto's, waarom niet? Het is een plezier om te rijden in een auto, maar we zullen enkel moeten overeenkomen over het hoe en wat van de auto in een equal money systeem. Dus meer hierover, over de auto in een equal money systeem en over hoe er praktisch gediscussieerd wordt over een equal money systeem in de Freedom Blogs en op www.equalmoney.be. www.equalmoney.org, sorry. What you gonna do now? Now that the world falls apart and you is all the world apart, you have an equal kickstart, so tell me.